Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zohip en Lokaal Modecafé in Warmehuizen en Boutique Optiek Mooie Ogen in Schagen. Voor de nieuwe aflevering van Zo Mooi voor Schagen TV. We zitten nu op het terras bij de lieftallige Afke van Zo Hip en Lokaal Modecafé. En dit is Sharon van Mooie Ogen in Schagen. En wij gaan uitleggen over de trends in mode en brillen. En daarna gaan we eens de straat op hier in Warmehuizen om te kijken hoe mensen denken over deze trends en wat hun eigen stijl is. De eerste trend die we willen bespreken is eigenlijk de hoge taille. Nou ja, hier zie je dus een aantal voorbeelden in broeken en rokken hoe je de hoge taille kan dragen. Dat kan bijvoorbeeld ook in spijkerbroeken, maar wat je nu ook veel ziet en dat ga je volgend jaar ook veel zien, zijn de broeken met een bindcentuur of rokken. Dus eigenlijk gaan alle tailles heel erg omhoog. Ik ben ook wel benieuwd, het is best wel een klassieke stijl natuurlijk, wat voor brillen passen hierbij? Ja, wat wel leuk is, kijk, deze stijl komt een beetje uit jaren 70 denk ik ook, begin jaren 70. Ja. En wij hebben ook wel zonnebrillen van bijvoorbeeld Oliver Goldschmidt. En dat is echt een iconisch merk. Dat zijn echt de originele brillen uit de jaren 70. Okay. Maar weer helemaal nieuw geproduceerd. Mm-hmm. En kijk, dit is bijvoorbeeld een heel mooi, die is gedragen ooit door Lady Di, de Royal Princess of England, noemen we haar. En dit zijn eigenlijk hele tijdloze klassiekers, die modellen. En dit is bijvoorbeeld ook een model, die komt uit 1969. Die is toen nog gedragen door Audrey Hepburn. Ja, dat past helemaal een beetje bij het stijltje van de hoge tailles, de streepjes, echt die klassieke stijl. Dus we gaan eigenlijk op zoek naar de klassieke makeover. Ja, een klassieke dame moeten we eigenlijk niet vinden. Nou, we gaan eens kijken in Warmehuizen of we die kunnen vinden. Ga je mee? Wel, toch? Ja. Volgens mij moet het lukken. Ja, dat gaan we doen. Jolanda! Hoi! Mag ik je wat vragen over mode? Ja, natuurlijk! Wat is jouw eigen stijl? Mijn eigen stijl? Ja, ik ben toch wel vaak iets wat netter gekleed. Nou, ik hou zelf vooral niet heel erg veel van kleur. Wat meer basic, dus vooral mijn kast bestaat uit grijs, zwart, groen tinten. Het is eigenlijk niet te veel uitgesproken kleuren. Nou, dat zou misschien wel wat beter kunnen. Ik heb vaak wel jasjes, heb ik. Ik heb sowieso de flare broek, uiteraard, wat nu zo lekker hot is. Vind ik echt helemaal tof. En wat heb ik nog meer? Skinny natuurlijk, uiteraard, ook niet te missen. Rokjes, tijgerprintje dus. Ik vind het soms lastig om goede kleren te vinden die echt leuk staan, zeg maar. Ik heb een lekker zittende broek, een zwarte, een beetje een stretch pantalon. Ja, dat is wel echt een van mijn favorieten. Ik hou wel van kleurrijk, ja. Nou, een stijl waar ik me prettig in voel en ik ga niet met de trends mee, maar wel een beetje. Maar wat bij mij past. Af en toe dan ga ik hier naar de winkel in Warmehuizen en dan laat ik me adviseren door hun. Toch bij de mannen blijft het toch ook wel weer veel kleur, wat je bij de vrouwen ook ziet. Spijkerbroekje is natuurlijk altijd goed. Bloesje, overhemdje, ja, eigenlijk bij de mannen is het altijd wel een beetje. Ja, ik hou niet echt van hele gewaagde dingen, zeg maar. Maar ja, af en toe wat anders is wel leuk. Je ziet ook wel veel rood, roze, wat je bij de vrouwen ook wel ziet. Maar ook lege groen. Blauw is altijd goed voor de mannen. Dat zie je ook wel terug in een ander variantje. Een nieuwe modetrend dit voorjaar is ook animal, dierenprint of nature. Dat heb ik net van Afke gehoord, van Zo Mooi. Maar we willen eigenlijk eens iemand zoeken die daar wel geschikt voor is. Dus we gaan eens kijken wie er in Warmehuizen loopt, die we misschien in een beetje nature animal print kunnen hijsen. Loop je mee? Goedemorgen. Net bij de kapper geweest? Bij de kapper? Nee. Nee. Net kleding gekocht? Nee, ook niet. Ook niet? Bij de bakker vandaan. Zo 's ochtends vroeg. Ja. Maar zou je daar wel zin in hebben? Naar de kapper? Ja. Altijd wel. En kleding kopen? Dat vind ik ook altijd leuk. Ja. Ja. En wat is nou jouw stijl? Wat koop je dan meestal? Een beetje sportief, casual. Ja? Maar wel een beetje met de mode mee. En volg je wel trends? Soms. Ja. Want sommige trends vind ik ook een beetje gek. Ja, want ik heb gehoord van Afke van Zo Hip dat animal print, dat dat helemaal in is dit voorjaar. Is dat wat voor jou? Met mate. Ja. En bijvoorbeeld zo'n broeken of schoenen, is dat te veel voor jou? Ja, dat is te veel voor mij. Ja. Ja.
Ja. Mag ik jou eens vragen of jij er misschien voor open staat om een kleine metamorfose te ondergaan? Zodat je meegaat naar de kapper en de kleding van Zo Hip. En we gaan je een andere bril opzetten van mooie ogen. Maar wel een beetje in die nieuwe trend. Ja, dat vind ik hartstikke leuk om te proberen. Ja, zou je dat durven? Ja, dat durf ik. Ja? Ja. Heb je even anderhalf, twee uur misschien? Heb ik, ja. Ja, ja. Oh, dat wordt leuk. Ja. Nou, we hebben namelijk hier een heel team klaarstaan. En dan mag je even met me meelopen. Want dan ga ik even met je meelopen naar Jirina van haar revolutie. En dan gaan we eens even kijken of ze tijd heeft om jou mee te nemen. Ja, leuk. Ja? Ja. Ja, we hebben er weer één, Oh, ze wil helemaal los in animal print. Okay. En daar mag wel een wild kapsel bij, toch? Wild kapsel bij. Heb je tijd voor? Ik ga het proberen. We hebben natuurlijk iets beperkt tijd, maar we gaan gewoon kijken wat we kunnen doen met wild. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja? Niet te spannend? Nee hoor, nee. Oh, leuk. Nou, ga jij lekker met haar mee en dan zien we jou straks terug. En dan gaan we de rest van de metamorfose helemaal afmaken. Ja? Nou, succes dames. Veel plezier. Doeg! Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Ik kan zo zeker naar de bruiloft. Super, ja. Ik vind het ook echt heel gaaf worden. Ja, ik ook. We hebben het natuurlijk over gehad, van, nou, wat zou je nog aankrijgen? En je wou dus heel graag iets leuks voor een bruiloft. En een cake van je? Van een vriend. Van een vriend, ja. Inderdaad. Ja. En toen dacht ik, nou, dan gaan we gewoon opsteken. Ja. Want je zei, dat doe ik eigenlijk ook nooit. Ik laat gewoon opdrogen, een beetje wapperen. Dus inderdaad, even helemaal opsteken, mooi. Even wat anders. En je make-up dan meteen gedaan voor op een bruiloft. Ja. Even wat shimmer op je lippen. Lekker fris staat dat. En bij jou hebben we even iets meer de ogen aangezet. Zodat die wat gaan spreken. En vooral met een bril op. En echt foto's. Dat heb je natuurlijk op een bruiloft. Ja. Dan moet het even iets dikker opgezet zijn. En dan komt het wat meer tot leven. Ik vind het heel mooi. Ja? Ja. Top. Heel mooi. Leuk. Nou, deze bril, dat is natuurlijk wel echt heel iets anders dan wat je had. Het is misschien een beetje uit je comfortzone. Maar ik heb speciaal voor deze gekozen. Want het zijn toch hele naturel tinten. Hele makkelijke kleuren die je overal bij combineren. En net door dat wittige, door het asymmetrische erin, ja, dat maakt echt hip. Het geeft echt, echt een beetje star attitude. Ja. Je zal zien hoeveel reacties je op zo'n bril krijgt. Ja, heel hij staat je fantastisch. Dankjewel. Hoe voel je je, Nienke? Ik voel me heel erg lekker. Ja? Ja, ik vind het chic en toch comfortabel. Ja. Ja, bij jou past ook, het moet wel lekker zitten. Dat is bij jou heel belangrijk en dat weet ik ook. En nou ja, je bent dus ook herfsttype, staat ook mooi met donkere kleuren en warm. Groen is ook wel echt je kleur. Daarom heb ik eigenlijk gekozen voor nou ja, een pak met de groene print. Staat ook mooi bij je ogen. Ja, en in principe komt die taille nu ook gewoon heel mooi uit in dat pak. En dit, ja, een lage halslijn, dat is ook echt helemaal goed voor jou. Dus ik ben ook heel blij met het resultaat. Mooi. Veel plezier op je feestje. Komt goed. Dankjewel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zo Hip en Lokaal Modecafé in Warmehuizen en Boutique Optiek Mooie Ogen in Schagen.